Daar zijn we weer. En vandaag zijn we bij... op de Groene Lopers van het Rotterdam Sportfilmfestival. In Cinerama. Ja, wij gaan lekker naar binnen. Extra bijzondere avond, want Hes? Vanavond wordt voor het eerst de Rotterdam Sportfilm Award uitgereikt in samenwerking met Cinekraut en Open Rotterdam. En daarvoor zijn 3 talentvolle filmmakers genomineerd. Ja, namelijk 4x1, gewond goud en zone 53-14. En het zijn echt pareltjes. Ze worden straks getoond en wij gaan een kijkje nemen en de jury even te woord staan. Ja, en zien wie er wint vanavond. Dat uiteraard ook. Dus wat was jouw favoriet? Het is heel moeilijk te zeggen, want kijk, het zijn verschillende sporten. Ik ben sportliefhebber, ik maak zelf sportfilmpjes en tuurlijk heb je wel een favoriete sport, maar ja, daar ging het nog niet over. Maar ik bedoel, Mars ging ook bij bijvoorbeeld Zone 53-14, ja. Gaat over een stukje passie dat heel herkenbaar is. 4x1, een portret van 4 verschillende sporters, maar ook het doel van Rotterdam Sportfilm Festival is om ja. Rotterdam nog meer op de kaart te zetten. En de plaatsen, de plekken die ze gebruikt hebben op de film, gigantisch, ja. Heel mooi. En gewond goud, als je het mij vraagt, vorm hoe je trots je een bepaalde trauma hebt meegemaakt. Ja. Dat zijn de zitvolleyballers die in teamverband een gedeelde passie hebben, volleyballen, ja. Maar ook een verleden hebben die bijna inherent is aan elkaar. Ja. Het zijn getraumatiseerde mensen, mensen die misschien de oorlog hebben meegemaakt, in dit geval de oorlog hebben meegemaakt. En als je het even niet ziet zitten, heb je een team waarmee je kunt praten. En toch ervoor gaan. Ja. Even je trauma aan de kant zetten en gaan voor één, ja. Kampioen worden. Zo, en we zijn er klaar voor. Laten we beginnen. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Bij alweer de 3e editie van het AD Sportfilmfestival en we beleven met elkaar, we zijn in goed gezelschap, een primeur wat voor de eerste keer in de historie van dit festival überhaupt, in de eerste keer van de historie van de Rotterdam Sportstad en Rotterdam Filmstad, reiken wij uit de eerste Rotterdam Sportfilmfestival Award. En de winnaar krijgt niet alleen een cheque van 2000 euro, je kan alle filmmakers in deze zaal heel blij maken, want de winnaar wordt ook afgevaardigd naar het internationale sportfilmfestival in Milaan in november. Die prachtige prijs, misschien wel meer waard dan die 2000 euro, heeft onlangs nog toegevoegd aan het toch wel prachtige prijzenpakket. We gaan zo naar de eerste film kijken, een gewond goud. Maar ik ga eerst in gesprek met de maker van die film. Een hartelijk applaus voor Mustafa Hatzi Ibrahimovic. Is er nou één moment in die ongeveer 50 minuten, ietsje langer, waarop jij het meest trots bent, dat jij het allermooiste vindt? Misschien niet het meest trots, maar wat ik wel heel mooi vind, is dat moment dat de vrouw van Erwin Muscovic, Melima Muscovic, zegt de eerste ontmoeting. En toen ze hem voor het eerst zag zonder been, dat vond ik wel heel mooi zijn. Dankjewel, Mustafa Hatzi Ibrahimovic, dames en heren. Slučajno sam otišla kod svoje tetke u Turiju i otišli smo na kupanje. E tu smo se upoznali, ali tako bilo. Tada je on bio, ono, došao na kupanje, znači bez proteze, bez ičeg. Ja kad sam vidjela čovjeka bez noge, znači noge su mi se osjekle, prepala sam se. Koliko sam tada imala, možda nekih 18 godina, 17? 16. 16. Jer smo se rano počeli zabavljati. Meni je to bilo strašno u početku, baš sam se prepala, nisam nikad od tad vidjela čovjeka bez noge. Još pogotovo tako mladog. Ali sam to nekako sve prihvatila i postalo mi je to sasvim normalno. Evo, goed om met elkaar vast te stellen dat het niveau gelijk bijzonder hoog is. Dat geldt ook, want als jullie het hebben alle inzendingen mogen zien voor de volgende 4x1, hier is het filmmaker Jip Heijenga. Moest dat van het ook. Is er nou in jullie veel korter film één moment dat jou ook meest dierbaar is?
Ja, ik denk dan in elke film één moment. En dat is vooral als de sporters helemaal in hun element staan en helemaal alles onder de rol staan en genieten in hun sport, in hun verhaal. Fall in a honey. En vertraag niet. Wacht niet. Opnieuw terug naar het beginpunt. Zonder einde in zicht. Zonder grenzen of lijnen in zicht. Dan naar de volgende film met Bars. En hier is de filmmaker René van Zundert. Dank u wel. Je vroeg helemaal een film te maken. Wist je toen nog wat je precies wilde? Nee, ik ging de film maken, hij ging niet de film maken. Mike zei net van, we hebben alles samen besproken, maar waar ik eigenlijk Mike heel erg voor op prijs is dat hij zo open was en dat er eigenlijk altijd aan kon kloppen en dat hij zo bereid was om altijd afspraken te maken en alles ook wil laten zien. Dus dat prijs ik heel erg in. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Is er één moment waar jij met trots naar kijkt? Of zijn er meerdere momenten waar je blij van wordt? Ja, er zijn meerdere momenten, maar het meeste was de wedstrijd. Het was wel echt was een pittig onderdeel. Ja. Moeilijke reis, ja. Moeilijke omstandigheden. Hoe je op een korte en gemakkelijke manier heel veel herkenbare punten waarmee vier jongeren zitten kan laten zien. En nogmaals jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ik ben een beetje jaloers als tv-programma maker op jullie hoor. Ik heb nog nooit vier mensen zo te denken op zo'n lamp zijn hangen op het nummer. Zeg nou gewoon wie gewonnen heeft. Ja, waar is de check? Dankjewel. Checken. Waar is de gouden erfgenaam? Die is niet voor jou, heb je nog gegeven. Dat heb gedaan om elk misverstand te voorkomen, dames en heren. Onwijs gefeliciteerd, we doen het als eerst. Dankjewel. En een echte sportkwaad. Ja. Dat gaat heel goed. Enthousiasme. Ja? Ja. En wat gaan jullie met die 2000 euro doen? Heb je al een plan? Ja, ik denk gewoon netjes verdelen met z'n allen. Dus ja, iedereen heeft heel hard gewerkt voor heel weinig. Dit is een leuke bijkomstigheid om nog wat kosten te dekken en te verdelen met z'n allen. Ja, maar je mag hier gewoon naar Milaan. Zit een ticket erbij? Hoor. Nou, ik heb geen idee eigenlijk. Nou, mooi zijn. Nee, ja, van 2000 euro kan je het best denk ik een... Nou, dat is ook een optie, ja. Dat we met z'n allen naar Milaan. Ja, fantastisch toch? Ja, super. Ook dat nog. Ja.
Van Zuid naar Milaan. Ja, ja, precies. Super. Bedankt. Dankjewel, man. Ja, goed gedaan. Ja, dankjewel. Ik zie je nog wel. Hey, pak je hè. Proost op de winnaar. Ja, zeer verdiend. Het is een prachtige documentaire. Zeker. En als ik het allemaal zo beoordeel en bekijk, prachtige documentaires, snap ik dat wij niet genomineerd waren. Ja. Ja. Dat snap ik wel. Dat snap ik ook wel. Maar misschien moeten we ons volgend jaar even inschrijven. Moeten we wel even een goed idee hebben, denk ik. Ja. Nog veel betere ideeën dan we al hebben. Nou, proost. We gaan naar de talkshow. Yes. Joep. Doei.